We gaan vandaag een Reinsink klik deklijstsysteem monteren. Dit is een standaard deklijstsysteem wat eenvoudig is vast te klikken op de dakrand. Je hoeft dus niet meer te schuiven. De verbindingen onderling kun je solderen, maar dat hoeft niet. Hiervoor zijn handige expansiestukken met koppelstuk te gebruiken. Dit dak heeft een mastiekschroot. Hiervoor gebruiken we de klik deklijst. Heeft een dak een 90 graden afhang, dan gebruiken we de quick fix deklijst. Er zijn 6 modellen klik deklijst voor de verschillende dakrandbreedtes leverbaar. Hier pas ik model 8550 toe. Ik begin met het monteren van de binnen- en de buitenhoeken. We kunnen de klikdeklijst onderling verlengen door een expansiestuk met koppelstuk te gebruiken. Als je wilt solderen, dan kan je een stukje van de kraal en de waterkering afknippen om een overlap te maken en de deklijst te kunnen solderen. Ik ga deze deklijst met de expansieklank monteren. Zo zie je maar, een deklijst monteren is super eenvoudig.